We zijn hier bij de IFA en dit is de nieuwe slimme speaker van Huawei. En ik ga je vertellen waarom je deze nu nog niet moet kopen. Deze slimme speaker, nou, het is zeker niet de eerste en ook zeker niet de laatste. Nou, de ontwerpers van Huawei die waren een beetje lui, want die hebben gewoon gekeken naar het ontwerp van de Google Home slimme speaker. Nou, een paar lijntjes veranderd en voilà, de AI Cube. Nou, het moest dus een kubus worden, maar dat is mislukt. Er zijn heel veel kastjes met een microfoon hier op de IFA. En die werken of met Amazon Alexa, of ze werken met Google Assistant, of in mindere mate met Siri van Apple. Maar die Google Assistant, die heeft wat assistentie nodig. Want er zijn ontzettend veel billboards die daar reclame voor maken. En er lopen ook heel veel mensen hier rond met een Google pakje. En die leggen dan allemaal uit dat het werkt met heel veel verschillende merken. En nu komt het, deze Google Home clone, die werkt dus niet met Google Assistant. Hij werkt met Amazon Alexa. Deze AI Cube is ook een wifi repeater. En dat is handig voor als je minder goede dekking hebt van je wifi in huis. Dat kastje, dat verbetert het dan. En dat betekent ook dat je minder kastjes in huis hebt. Daarnaast is het ook een 4G router. Nou ja, daar is Huawei nou eenmaal goed in. Maar het idee dat er een router wordt ingebouwd of een wifi repeater in zo'n slimme speaker, dat is een beetje een trend op deze beurs. Hij heeft 4 microfoons, dat betekent dat hij beter kan verstaan. Nou, hebben alle serieuze stemassistenten speakers, die hebben meerdere microfoons. En er zijn er ook met 6 of 7. Bijvoorbeeld de stemassistent speakers van Apple en Amazon. De privacyvraag komt natuurlijk wel op. Want bij zoiets als een Google Home, nou ja, dan gaat je data naar een Amerikaans bedrijf. Bij zo'n speaker als deze gaat het ook nog eens een keer naar een Chinees bedrijf. En nou ja, in Europa hebben we het liefst dat het misschien gewoon in Europa blijft, die data. En in hoeverre dat een echt bezwaar is, dat is natuurlijk persoonlijk. Conclusie. Nou, er zijn echt wel 3 dingen om op te letten, mocht je in zijn, in zo'n soort digitale assistent. Als eerste natuurlijk, welke assistent zit er eigenlijk in? Nou, voor de Nederlandse situatie is het wel zo dat de Google Assistent en de assistent van Apple, dat is Siri, het meest dichtbij zijn als het gaat om de ondersteuning in het Nederlands. Dit soort slimme speakers die zijn heel handig om te gebruiken om muziek weer te geven. En ze klinken ook best wel oké. Andersom, wifi speakers worden zelf ook vaak al uitgerust met een microfoon. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde, want als je echt goed wil verstaan, dan moeten die microfoons echt wel goed zijn. Deze Huawei AI Cube ga ik nu nog niet kopen, want er zit Amazon Alexa op en dat werkt nu nog niet in Nederland. Google Home, dat zou al wel kunnen. Daar hebben we trouwens een review van. Kijk op consumentenbond.nl bij slimme apparaten.